Mijn lieve beste vrienden, het is alsof de nieuwe leider, de kersverse leider, nee, leidster, de Aquila van de Berm, allerlei moeilijkheden op zich heeft geladen, man. Dat ding is een probleem. Kijk, net toen ze was aangetreden, begon ze te gillen dat als die partij zou winnen, dat zij gratie zou verlenen aan de gevluchte leider. En dat heeft het dadelijk in de problemen gebracht. Want die partij is daardoor intern nog veel meer gaan vechten. Want je weet, op dit ogenblik wordt de partij gekenmerkt door het gevecht. Het gevecht binnen Oosteren en de Benjaminstraat, het gevecht daarbuiten en het gevecht van de vele gotramochos die ronddraaien op social media. Volgens mij is de Aquila zelf geschrokken van die reacties. Want wat lezen wij? Ik moet je eerlijk zeggen, dit heb ik niet zelf gehoord, maar het was te verwachten. Wat lezen wij? Dat ze dat ding nu heeft teruggetrokken. Dus wat ze heeft gezegd, dat heeft ze weer teruggetrokken. Zonder om te zeggen, ik trek het terug. Hier is de vriendin, dat niet eens lastig, want ze heeft blijkbaar nu pas beseft dat wanneer je gilt dat je gratie gaat verlenen, wanneer jouw partij zou winnen, dat je daarmee een heleboel kiezers wegstoot. Alleen die harde kern blijft over in de partij. Want die uitspraak, die brengt je verder van het doel af. Kijk, die vrouw, Akela, je bent geen stratege. Anders zou je beginnen met propaganda voeren en pas later het ter sprake brengen en het bijvoorbeeld aan de structuren voorleggen. Die zouden zeggen van ja, verleen onze vluchteling gratie. Maar in plaats daarvan, you begin broadcasters, you are no one politica. Maar dat wist je al, toch? You are no one politica. Kijk, je hebt natuurlijk gezeten als degene die de hamer beheerde, 10 jaren lang. Je kent dat. Let yogi in alle toonsoorten. Man, je bent zeg maar 100.000. Maar hieruit blijkt dat je nou abi strategie. Kijk, je mag zeggen wat je wil en je mag groeten voor wanneer, maar deze, nou een strateeg. Ja, zijn tijd is voorbij en hij heeft moeite om het te accepteren, maar die tijd is echt voorbij. En ja, kijk. Wanneer mevrouw Akapasi zegt, NDP is Bota en Bota is NDP, dat betekent dat Bota weg is, is NDP weggeklaagd. Ook zo'n domme uitspraak. Geen goede uitspraak. Dus ik begrijp het wel, maar door de paniek zijn jullie zo allerlei domme dingen aan het doen. En laat me één ding zeggen. Er zijn mensen die zouden kunnen helpen in deze pinari en woenje woenje en jugu jugu waar jullie zitten. Maar jullie hebben ze zelf weggeschopt en weggedaan. Ik begrijp toch? Dus waar hier is mijn long van Holland. Je ziet toch? En dat komt omdat die partij omsingeld is. Net zoals Desiree Delano Boutersen was omsingeld door boeven, dieven en bedriegers. Zij hebben onder andere gemaakt dat die partij als een fadon koekoe
nu de korreltjes op tafel en onder de tafel op de grond liggen ze. En in die djugu-djugu hebben we nog een fout gemaakt. En die fout was het binnenhalen van Gottrop Motjesloten. Want hij hield dat ding verder verspreid. Met allemaal kon je zo'n patje over de hele vloer. Daar heb jij de beurt gekregen nu, Akela, om Akela te komen spreken. Je klari, Akela. Je klari dat met Nono, we zoeken wie wil met ons werken en wie wil het samen doen. Desma die wil met jullie willen werken. Zelf, zij die zogenaamd convenant getekend hebben, vragen zich nu af van i. Nou, lasani ja. Akela nog een Mahara-partij. Onder voor rustig.